Op donderdag 7 september is op de Algemene Begraafplaats aan de Zuidstraat in Katwijk een extra herdenkingsplek voor de Stijkelgroep opgericht. En daarmee is na jaren actief zoeken naar een nieuwe locatie voor de replica, dat in de tuin van het Zuid-Hollands Verzetmuseum in Gouda stond, een einde gekomen. Een monument dat onder andere bijdraagt aan de herinnering aan de drie Stijkelgroepleden uit Katwijk. Als werkgroep zijn wij bijzonder verheugd dat zoveel van u gehoor hebben gegeven aan de oproep om hier vanmiddag naartoe te komen. Dat stemt ons ontzettend blij en verheugd. En we hadden het stiekem gehoopt, maar om het dan ook in de praktijk tot wasdom te zien komen, is dat natuurlijk wel helemaal fantastisch. Toen het replica Stijkelmonument geruime tijd geleden op ons pad kwam, zijn we aan de slag gegaan met de vraag waar het monument een respectvolle plek kon krijgen. En het kostte ons als werkgroep weinig tot geen moeite om te komen tot die plek. We zijn er ook dankbaar en verheugd dat we u straks mee mogen nemen naar de plaats, hier vlakbij, de oude begraafplaats aan de Zuidstraat. Als werkgroep hebben we een periode achter de rug die we als bijzonder waardevol hebben ervaren. In de aanloop naar vandaag hebben we verschillende vergadermomenten gehad. U kunt zich daar iets bij voorstellen, ook heel veel per e-mail met elkaar gewisseld. En elke keer spraken we weer met elkaar over de mannen en de vrouwen van de Stijkelgroep en over het belangrijke werk dat zij voor onze vrijheid hebben verricht. Ik wil het nu voorstellen om het woord te geven aan de burgemeester van Katwijk, de heer Cornelis Visser. Het is een belangrijk moment. En het is een moment, en Jacco zei het al, niet zoveel mensen weten nog wat er precies gebeurd is met die Stijkelgroep. Na de oorlog is het wel heel actueel geweest, maar het blijkt dat er gewoon heel veel is gebeurd in die jaren. En ik vind het heel belangrijk om hier als burgemeester het woord tot u te mogen richten. Ik ben blij dat er raadsleden zijn, er zijn twee wethouders, wethouder Spek en wethouder Knapen, om ja, ook dat belang te onderstrepen. Het belang van het verhaal van de Stijkelgroep. En het was natuurlijk het eerste jaar van de oorlog. De Duitsers waren nog bezig om de harten van de Nederlanders te veroveren, want eigenlijk hoopten ze dat wij aan hun zijde zouden gaan strijden. En op dat moment was er al een hele heldere keuze gemaakt door een aantal mensen, dat waren voorlopers in de Stijkelgroep en ook hier in Katwijk, die zeiden, nee, wij willen dit systeem niet. Wij gaan een verzetsgroep oprichten. En de verzetsgroep werd vernoemd naar Johan Han Adrik Stijkel. Een jonge man uit Den Haag die door de Duitsers als leider van de groep werd gezien en waarna de groep ook werd vernoemd. In het voorjaar van 1944 werden ze al opgepakt. En straks zal er waarschijnlijk meer over verteld worden als u de film ziet. Dan kent u ook het hele verhaal wat er is gebeurd. In de Sint-Jacobskerk in Den Haag wordt een plechtige dienst gehouden ter herdenking van de 43 gefusilleerde leden van de Stijkelgroep. De sportelijke resten van deze strijders, die onder de eerste waren welke het verzet tegen een vijand organiseren, werden uit Berlijn naar het vaderland overgebracht. Op 1 augustus 1947, dat is dus 2 jaar na de oorlog, werden de stoffelijke overschotten van de Stijkelgroep herbegraven. Dat gebeurde in een hele lange stoet met familieleden en militairen en onder belangstelling van duizenden burgers. En zo zijn ze naar hun laatste gezamenlijke rustplaats gebracht en dat is de begraafplaats Westduin hier in Den Haag.
Dank dat ik namens de stichting Eregrafstijkelgroep het woord op u mag richten op deze bijzondere gelegenheid. Het is tenslotte niet, Het is tenslotte een unieke gebeurtenis dat er een extra herdenkingsplek wordt opgericht voor de Stijkelgroep. Namens het bestuur willen we dan ook de gemeente Katwijk en al die vrijwilligers die eerder vandaag genoemd zijn, hartelijk bedanken. En daarmee komt er, na jaren actief zoeken naar een nieuwe locatie voor de replica van het monument, dat in de tuin stond van het Zuid-Hollands Verzetsmuseum te Gouda, een einde. Het bestuur van de stichting Eregrafstijkelgroep is zeer ingenomen met deze locatie, hier in Katwijk, mede om de herinnering aan de drie stijkelgroepleden uit Katwijk levend te houden. Deze replica is lang geleden tot stand gekomen door een gift van het bedrijf Koninklijke Netloid. Echter, de eerste versie van het replica deed geen recht aan het monument. Op dat moment heeft Adi Dirk van der Plas, de vader van Helene en toenmalig bestuurslid van de stichting, ervoor gezorgd dat de bakstenen op schaal werden gefabriceerd en de muur op schaal is nagebouwd. Drie leden van de Stijkelgroep kwamen uit Katwijk. Adi van der Plas, Willem van der Plas en Maarten Hoek. Alle drie behoorden zij tot de grote groep die op 4 juni in Berlijn Tegel zijn gefusieerd. Namens van der Plas mag ik beide vragen om het bord te onthullen. Docenten en leerlingen van groep 7 van de christelijke opleidingsschool hebben de film over de Stijkelgroep gezien en hebben er een gastles over gevolgd. En in de klas hebben ze verder met elkaar over gesproken en over de gebeurtenissen die daar zijn gebeurd. En de klas heeft een gedicht geschreven. En
En we hebben van die klas een vertegenwoordiging in ons midden, 3 kanjers. Ruben, Fenne en Bram. Ik ben ontzettend blij dat jullie er zijn. En jullie hebben een gedicht geschreven met de klas. Maar jullie 3 gaan het gedicht voorlezen, heb ik goed begrepen. En dat doen jullie om de beurt. Dus ik ga de microfoon pakken en dan mag je bij mij komen staan. Kom alle 3 maar gewoon. En dan gaan we beginnen, jongens. En we gaan heel goed en mooi luisteren naar jullie gedicht. Kom naast me staan. Ja. Jij bent als eerste, Fenne. Daar ga je. 47 personen. 47 personen, waaronder 3 Katwijkers, leefden in vrijheid. Totdat de Duitsers kwamen. 47 personen gingen samen in het verzet. Voor een vrij Nederland zonder oorlog. 47 personen gingen met gevaar voor hun eigen leven de zee op naar Londen. Maar ver kwamen ze niet. 47 personen verraden door de SD, weggevoerd naar het Oranje Hotel, aan hun lot overgelaten. 47 personen waren allemaal onschuldig, maar 43 personen overleefden het niet. 47 personen, of eigenlijk 47 helden. Zelf vonden ze het wel niet, maar hoe dapper moet je zijn om dit te kunnen doen. 47 helden verdienen een eigen monument, een plek om te herdenken, zodat het niet vergeten wordt. Dank jullie wel. Ja. Mevrouw Treintje van der Plas, dochter van A. van der Plas, legt een bloemwerk namens de familie. Mevrouw Helene van der Plas legt een bloemwerk namens haar familie voor Willem van der Plas. Tot slot legt de heer Hubert Nijg namens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Welke rol heeft de Steikelgroep gespeeld in de oorlog? Ja, dat is lastig te zeggen. De groep is in de vroege jaren van de oorlog ontstaan. En heel veel archiefmateriaal is eigenlijk niet bekend. Dat is eigenlijk bij de arrestatie voor een groot deel verloren gegaan. Maar wat we vermoeden is dat ze toch behoorlijk wat materiaal naar Engeland hebben kunnen brengen. Rondom stellingen en hoe de Duitsers zich georganiseerd hadden. Naar wie is de groep eigenlijk vernoemd? De groep is vernoemd naar Hans Steikel. En eigenlijk is dat een toevallige vernoeming geweest, omdat
Hij is degene die gearresteerd werd in de haven van Scheveningen in 1941. En de Duitsers hadden hem bedacht als de leider van de groep. En zo hebben ze eigenlijk de hele groep naar Hans Steikel genoemd. Dus de Steikelgroep is een eigenlijk door de Duitsers verzonnen naam. En toevallig Hans Steikel, omdat hij de eerste was en de vermoedelijke leider van de groep. Ja, het was een groep met verschillende mensen uit verschillende groepen van de bevolking. Kunt u wat daarover vertellen? Ja, ik vind het zelf altijd wel opvallend. Hè. In de film kunt u dat ook zien. De groep bestaat uit een enorme hoeveelheid diverse mensen. Jong en oud, studenten, professionals, directeuren van bedrijven, advocaten, horecaondernemers, vissers, politieagenten. Ze zijn ook niet allemaal van één politieke gezindte of van één geloofsgemeente. Het is eigenlijk rijp en groen, jong en oud door elkaar. En ik denk dat dat wel bijzonder is in die eerste uren van het verzet. Omdat het mensen zijn die uit een soort geloof en overtuiging gezegd hebben, wij gaan ons verzetten. En daar vonden ze elkaar in. Dat was eigenlijk de gemeenschappelijke grond waar ze elkaar op vonden. Nu is het monument hier in Katwijk onthuld. En dat is niet voor niks, want er waren ook Katwijkers bij betrokken. Er waren drie Katwijkers bij betrokken. Arie en Willem van der Plas. Dat waren eigenlijk de vissers die de vlucht naar de duikboot op hun boot deden, de KW 133. En Maarten Hoek. Maarten Hoek was een politieagent en die was eigenlijk al vroeg lid van de Steikelgroep en die kwam ook uit Katwijk. 47 mensen zijn opgepakt en niet allen hebben dat overleefd. Nee, zeker niet. Uiteindelijk hebben maar 4 mensen de oorlog overleefd. Bij het onthullen van het monument is er ook een informatiebord onthuld. Wat kunnen de bezoekers daarop lezen? Daar kunnen de bezoekers heel kort de geschiedenis van de Steikelgroep lezen. En uiteraard verwijs ik ook altijd graag naar onze website www.steikelgroep.nl voor meer verhalen over de Steikelgroep. Hoe bekend of eigenlijk hoe onbekend was de Steikelgroep? Ik denk dat de laatste jaren er meer en meer aandacht is voor verzet en dat het verhaal van de Steikelgroep ook wat bekender wordt. Ook samen met heel veel andere verzetsverhalen in Nederland. Vanzelfsprekend is kort na de Tweede Wereldoorlog vooral heel veel aandacht uitgegaan naar het verdriet en het verlies van zoveel familieleden, collega's, vrienden. Daar is heel veel aandacht naar uitgegaan. Gelukkig is de Steikelgroep in Den Haag altijd wel redelijk bekend geweest, met name rondom de bewoners van de begraafplaats in de nabije omgeving, directe betrokkenen en familieleden. De stichting heeft zich ook altijd ingezet om de familieleden echt bij elkaar te houden. We hebben ook een groot archief van alle familieleden om ze betrokken te houden. En de laatste jaren zien we eigenlijk dat het verhaal wat breder bekend wordt. Ook omdat het alweer heel lang geleden is dat de oorlog is. Er zijn veel herdenkingen. En in die hoedanigheid worden wij ook wel eens gevraagd om het verhaal van de Steikelgroep wat verder en wat breder te vertellen. Dat is ook een van de redenen voor de film. Ja, want om het levend te houden heeft u een documentaire gemaakt. Kunt u kort beschrijven wat men daarin kan zien? Ja, eigenlijk zou je het liefst de 47 verhalen van de 47 leden vertellen. Dat is eigenlijk niet mogelijk. Dus we hebben eigenlijk gepoogd om en chronologisch de volgorde van het Steikelverhaal te vertellen. En het ook te laten vertellen met de belangrijke episodes in de geschiedenis door echt de directe nabestaanden van de familie. Waarin we echt kort, nou ja, de film duurt 27 minuten, het verhaal van de Steikelgroep uiteen doen. Eigenlijk tweeledig, omdat we denken dat beeld tegenwoordig beter werkt dan het geschreven woord. En dat we ook de herinnering levend willen houden en een soort blijvend document kunnen aanbieden aan iedereen die geïnteresseerd is en wat meer wil weten over het verhaal van deze bijzondere groep. Waarom is de keuze op deze begraafplaats gevallen voor het monument? De keuze is op deze begraafplaats gevallen heel specifiek omdat die begraafplaats vanuit zichzelf al een verhaal vertelt. Er liggen al een aantal mensen die gevochten hebben voor onze vrijheid. Dus in zekere zin vertelt het oude graf daarover al een verhaal. En dit ligt dus eigenlijk heel mooi in dat verhaal ingebed. En we zochten ook een plek die toegankelijk is. Maar die ook niet zozeer... Kijk, we hebben te maken met een kwetsbare sculptuur. Want we hebben niet alleen zeg maar, het monument wat bestaat uit een stenen wand. Maar het is juist ook het sculptuur, het stenen beeldje wat het versterkt. En om dat zeg maar, zomaar ergens neer te gaan zetten, dat vonden we iets te veel risico. Bovendien vinden we de oude begraafplaats een monument op zich. Dus heel mooi om daar zeg maar, nu op verder te borduren met dit Steikelmonument. Dit is een replica. Het originele monument staat in Den Haag, maar de replica heeft nog een reis gemaakt. Ja, klopt. De replica behoorde eigenlijk toe aan het Verzetsmuseum in Gouda.
is uiteindelijk ook, toen Gouda sloot, is het eigenlijk in Delft terechtgekomen, in een depot. En uiteindelijk is het aan ons ter oren gekomen dat dat Stijkelmonument daar eigenlijk in depot stond en bleef staan. En toen hebben wij gezegd, ja, maar dan gaan we de handen ineen slaan en dan gaan we zorgen dat het naar Katwijk komt. Dus in goed overleg met de Stichting Eregraf Stijkelgroep in Den Haag zijn we uiteindelijk gekomen tot de oplossingen. En die oplossing is dus het monument binnen de Katwijkse grenzen.